Jonge ondernemers kunnen nu makkelijker uit elkaars ervaring leren en samenwerken om hun product te verbeteren. Dit is waarop het platform voor jonge ondernemers, de Golden Future, zich op zal richten. Dit platform is vandaag in Courtyard Marriott gelanceerd door de Stichting Young Entrepreneurs. De voorzitter van Stichting Young Entrepreneurs en oprichter van het platform The Golden Future, Genevieve Simpson, zegt dat het platform zich richt op jonge en nieuwe ondernemers, met als doel de kwaliteit van hun onderneming verder te verbeteren. Jongeren tussen de 18 en 35 jaar kunnen zich aansluiten bij dit ondernemersplatform en onderling samenwerken. Ben je dus tussen de 18 en 35 jaar, dat is dus als je in de range bent om te starten of een jonge ondernemer bent. Ja, of een jonge ondernemer bent, heb jij natuurlijk een ondernemersgezin en op de juiste plaats ben wat je onderneming betreft. Wil je een breed netwerk en of vriendschap met het leven, dan ben je dus natuurlijk bij ons terecht. Voor de intrede van ons platform moet je dus natuurlijk ook contributie betalen of contributie per maand, want het is geven en nemen. En het kleine dat je geeft is meer dan het grote dat je krijgt. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., is ingenomen dat jongeren ondanks de crisis toch innovatief zijn. Hij is ook blij dat de aanwezige jonge ondernemers bij de lancering van de Golden Future enthousiast zijn om hun onderneming verder uit te breiden. Ondernemen is uiteraard de drijvende kracht van een economie. Er moet nu een mindshift komen bij jongeren, meent B. Die mindshift om te zeggen van luister, ik ga niet voor een baas werken. Ik ga mijn eigen onderneming starten. Omdat daaraan een aantal voordelen kleven. Denk u maar aan dat vraagstuk van werkgelegenheid. Want uiteindelijk gaat u het niet alleen doen. En uw ervaring, u bereid bent om uw ervaring te delen met andere jonge mensen, vind ik geweldig. Want het zijn lesson learns die anderen kunnen gebruiken om sneller te overleven. Want het starten betekent nog niet dat u succesvol gaat zijn. Er zijn wat uitdagingen, een aantal uitdagingen die u moet overwinnen. En we zijn nu in een tijd van netwerken. En het platform biedt de ruimte daartoe. En dat is B zegt dat de relatie met de overheid ook belangrijk is voor ondernemers. Hij gaf als advies mee aan het ondernemersplatform om meer te trekken aan een goede relatie met de overheid. De oprichter van The Golden Future, Genevieve Simpson, zegt dat Suriname genoeg potentie heeft aan ondernemerschap. Met haar platform wil ze jonge Surinamers ertoe drijven alle kansen te benutten uit de ondernemingswereld.